Hallo meiden, wat leuk dat jullie weer allemaal zijn. Vandaag gaan we weer een live test doen. We hebben een nieuwe les. Ik heb een nieuwe les voor jullie voorbereid. En nou, ik ben benieuwd. We hebben wel een sjaaltje nodig. Mag een theedoek zijn, maar iets wel dat je ermee kan bewegen. En wij gaan beginnen met de warming up. Zo. Even een geluidcheck. Ja. Zo. Nou, voor de warming-up, wat wij gaan doen. Even mijn scherm draaien. Ja. Als je de ruimte hebt, mag je iets meer in de ruimte bewegen. Als je dat niet hebt, kan je deze gerust ook op je plek doen. We beginnen met classical walks. Wat ik wil zien is dat we de armen zij hebben voor nu. En we lopen heel netjes met onze tenen gestrekt. Ik zal even naar achter gaan. Dus onze tenen gestrekt en die komen eerst neer en dan gaat je hiel naar buiten. Dit is door heel de zaal of je doet een rondje om jezelf heen. En later nemen wij onze armen mee van zij naar zij om de flanken op te warmen. Vanuit daar hebben wij op de plek. We hebben een kleine sprong omhoog. Stap, stap omhoog. Stap, stap omhoog. Stap, stap omhoog. Stap, stap. Maar we zijn nog niet zo warm dat we tot het plafond kunnen springen, dus doe het rustig aan. Vanuit daar de bekende. Voor en achter. Een voorattitude en een achterattitude. Deze ook door heel de zaal. En we wisselen we af met de benen. Vanuit daar hebben we couru. Kan jij achteraan in de studio beginnen? Of in je huiskamer? Dan kan je heel ver verplaatsen. En met couru beweeg je de voeten zo, de benen en de armen zijn hier omhoog. En dat doen we natuurlijk ook aan de linkerkant. Nou, voor de rest kunnen jullie mij gewoon volgen. Ik zet de muziek aan. Even kijken. En dan beginnen we met de classical walks. Strek je voeten. Door heel je woonkamer. Neem de armen mee. Komen de sprongetjes. 6, 7, 8. En omhoog. Stap, stap, op. Hebben we de attitude voor en achter. Komt ie. Voor, achter, voor, achter. Je kan deze ook op je plek blijven doen. En wissel benen. Gaan we iets naar achteren, komen we de sprongen weer aan. 5. 6, 7, neem je armen mee. Op, ta, ta, op, ta, ta, op. En couru. Trippel met de voeten. Armen omhoog. En draai rond. Linkerkant. En adem in. En sluit af.
Goed zo, meiden. Nou, hopelijk zijn jullie een beetje warm. En dan gaan we verder naar de bar toe. Dus ik draai even mijn camera. Zo. Nou, daar gaan we met de nieuwe plié's. Ik zal ze eerst even voordoen. We gaan beginnen vanuit de eerste positie. We hebben een demi-plié. Met je armen allongé. Komen we terug. Hebben we relevé omhoog. Armen in de eerste positie. En naar beneden. Vanuit hier hebben we één arm omhoog. Oh, zeg ik dat goed? Moet ik eventjes kijken. Even spieken. Twee armen omhoog. Ik wist het. Dan hebben we twee armen omhoog. En terug. Nog een keertje te doen. Een demi-plié. Arm allongé. Hebben we relevé omhoog. En kom neer. Beide armen omhoog. En gaan we door naar de tweede positie. Demi. Precies hetzelfde. Relevé. Kom neer. Twee armen. Blijf staan. Kom terug. En nog een keer. Demi. Strek op. Relevé. Omhoog. Twee armen. Omhoog. En sluit hem af. Oké, deze gaan we nu op muziek doen. Zorg dat je een stoel in je hand hebt. Of iets waar je aan vast kan houden. En eerste positie. En twee armen. Nog een keer. Door naar de tweede positie. Hartstikke goed, meiden. Wij gaan door naar de andere kant. Komt ie nog een keer. Eerste positie. Gedaan, meiden. Oh. Zo. Wij gaan door naar onze tandus. Zo. We hebben. Ik hou mijn papiertje er even bij voor de zekerheid. Vanuit de eerste positie hebben wij een tandu ankra. Een ankra betekent een kruis. Kijk. We hebben tandu de va. En sluit. Tendu à la seconde. En sluit. Tendu derrière. En sluit nog een keertje opzij. En sluit. Hebben we rechterarm
omhoog. Linkerarm omhoog. Wacht, wacht, wacht. En dan gaan we nog een keertje. Zo. Sta klaar in de eerste positie. Buiken zijn niet zo, maar netjes in één rechte rug. Tendu devant. En naar zij. Achteruit. Rechte arm omhoog. Linkerarm. Nog een keer. En voor. Zij. Derrière. Sluit hem af. Goed zo. Gaan wij door naar détourné andere kant. 6, 7, 8. Tendu voor. Sluit. Arm, linkerarm omhoog. Rechterarm. Komt ie nog een keer. En linkerarm omhoog. Kijk mee. En blijf staan. Goed zo, meiden. Zo, hebben wij... Oh. De muziek wil nog een keertje gaan. We gaan niet nog een keertje herhalen, want we gaan gelijk door naar onze jetés. Zo. We hebben... Vanuit de derde positie. Voor en uit. Jeté. En sluit. En uit. En sluit. Zij. Met een wissel komt de voet achter. Zij. Voor. Hebben we iets nieuws? We hebben cloche. Voor. Door de eerste positie naar achter. Cloche voor. En sousou. Samen. Even kijken of ik daar nog iets achteraan had geplakt. En dan gaan we gelijk door naar de linkerkant. Dus, nog een keertje. We hebben een voor en sluit. Een voor en sluit. Zij sluit achter. Een zij sluit voor. Dan zijn we voor. Hebben we voor een cloche. Door de eerste positie naar achter. Drie keer cloche. En een sousou in om links te gaan beginnen. Staan wij klaar. Uit. Sluit. Uit. Zij wissel. Sluit achter. Sluit voor. En cloche. Sousou. Draaien we door naar de andere kant. En uit. Sluit. Uit. Wissel. Been achter. Cloche. Draai om. En sluit af. Zo. Deze gaan we nog een keertje herhalen. Nu hebben we het vast een beetje iets meer in ons lichaam zitten. Dus nu kunnen we denken aan de jeté die ik hou wil zien. Dus we gaan hem niet hierheen brengen. Nee, hou. Blijf zo stil mogelijk staan. Nog één keertje. Precies hetzelfde. Oh. En. En hou. Sluit. Hou. Wissel. Voor, achter, voor, sousou, détourné, andere kant, nog een kans, uit, uit,
wissel. Klos. Goed zo. Gaan we door naar de Bobman en Klos. Wij gaan aan de bar staan en we gaan onze benen even los swingen. Of vooral ook onze heupen. We beginnen met een tandu achter. Je mag ook van mij even de hand in de zij houden. We gaan klosjes. 2 keer 8. Deze kennen jullie wel. En daarna gaan we ze gestrekt doen. Dus met een gestrekt been. Dus het eerste is een attitude. Dus de been is een klein beetje gebogen. Niet hier. Klein beetje. Zowel achter ook. Hier. En daarna gaan we ze strekken. Daar komt de muziek. Een 7, 8. Gebogen. Gestrekt. Vijf, zes, andere kant en gebogen. En gestrekt. Zo hoog als je kan. Goed zo. Oké, deze wil ik nog een keertje zien. Nu, de benen mogen nu ietsjes hoger. Dus ze zijn nu warm geworden. Dus ik wil hem hier zien, zoveel mogelijk uitgedraaid. Dus we gaan niet hierheen, maar we gaan hierheen. Alsof je een kopje op je voet kan laten staan. Dus hier kunnen we een kopje thee vanaf drinken, zonder dat de thee omvalt. Nog een keertje. En de benen ietsjes hoger. Zes, zeven, acht. Klos. Gestrekt. Alle tijd naar de andere kant. 7, 8. Attitude. Hoger. Zo. Netjes. Neem even een slokje water. Dat doe ik ook. En dan gaan we naar het midden. Zo. Zo, nou wat leuk om te zien dat er zoveel van jullie enthousiast zijn om toch balletlessen te volgen. En toch gezellig mee te dansen met ons. Dat vinden wij natuurlijk heel gezellig. Ik hoop natuurlijk dat ik jullie snel kan zien. Want samen dansen is toch wel gezelliger dan in deze studio helemaal alleen. Maar het is niet anders voor nu. Even kijken. Nou, wij gaan door. We hebben de blaadje eventjes omdraaien. Zo. We hebben deze gehad. De skips. Ta ta da ta ta da ta ta da ta. Die kennen jullie wel ook. Linkerkant. Ta ta da ta. Wat we nu gaan doen, proberen, is deze gaan draaien. Dus we hebben chassé. Draai. Chassé. Draai. En zo maar door. Als dat nog even iets te lastig is, dan hou je deze gewoon hier. Ik ga hem een keertje terug laten zien. Dus we hebben chassé hier. Draaien we naar dezelfde richting. Chassé. Draaien we nog een keertje. En chassé. Oké. We gaan hem een keertje proberen.
En 6. En. Je blijft doordraaien. En 5, 6, 7, 8. Optie 2. Blijven we gewoon hier. En als jij helemaal vanuit de achter van je huiskamer kan beginnen. En naar mij toe skippen. Goed zo. Handen zijn in de zij geplakt. Denk erom. Niet hierheen. Nee. Netjes. Zo. Gaan we deze nog een keertje herhalen. Dus wat ik wil zien. Strekken we de voeten. Handen in de zij. En we gaan omhoog. En we schoppen deze weg. Ja. Tata. Wil je hem draaien? Chassé. Draai. En draai. Blijf constant draaien. Probeer het maar eens. Nog een keer. Sta klaar in de hoek. Been is uit. 6, 7, 8. Goed zo, meiden. Blijf doorgaan. Ik ga de linkerkant nu doen. 5, 6, 7, 8. Blijf doorgaan. En skip. Goed zo. Gaan we verder met onze pirouetjes. We hebben vanuit een parallele positie. Hier. We hebben 1, 2, 3, 2, 2, 3. Dan hebben we een draai naar achteren. Dus dan zien jullie mijn achterkant van mijn hoofd. En het rechterbeen gaat omhoog. En hier. Nog een keertje. 1, 2, 3. 2, 2, 3. Omhoog. En sluit. Dus we gaan constant een halve draai maken. Dus één keer zie je mij. Dan draaien we een halve draai. En dan kijk je naar de muur. Nog een keer trippel, trippel, trippel. En op. En dan zie je mij weer. Leuker is natuurlijk als er daar een mama of papa achter je staat waar je ook naar kan kijken. Dat heet spotten. We gaan hem één keer proberen op de muziek. En twee. Op. Eén, twee, pirouette. Nog een keer. En drie. Komt-ie naar mij? Zes. Omhoog. Goed zo. Nou, dat was even een probeersel. Dus hierbij had ik zo mijn voet geplakt voor de pirouette. Voor me. Hoem. Dan gaan we het andere been doen. Dus trippel, 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 trippel. Hebben we plié. Draai door. Moe, niet vallen zoals ik doe. En zet neer. Trippel, 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 plié. Kijk naar mij. En zet neer. Goed zo. En we willen niet dat we op gaan springen, maar nee. Komt-ie. Staan wij klaar. Parallele positie. Begint met de trippel. Een zes. En drie. Trippel. Plié. Op. Nog een keer. Trippel. En herhaal. Twee. Plié. En. Op. En trippel. En kijk weg.
Laatste, triple. En omhoog. Sluit af. Goed zo. Nou, jullie werken hard hoor, meiden. Het is heel moeilijk natuurlijk om te blijven staan op één been. En die balans te houden. En dan ook nog draaien. Maar goed werk. Nou, we gaan iets nieuws doen. En dat is de Tam Liés. Deze gaan heel langzaam. We beginnen vanuit een derde positie. Hier. Armen zijn hier. We hebben een plié, die we allemaal kennen. Gaan we door naar een tendu. We kijken in onze handen. En op het been. En sluit. Dan gaan we vanuit deze positie. Plié en de arm komt voor. Kijk in je hand. Eén been uit. Kijk naar de andere kant. Stap op je been. En sluit voor. Linkerkant. Plié. Tendu uit. Kijken we in onze handen. En dan stap je op je linkervoet. En we sluiten. Draaien we kortslag naar mij toe. Kijk, goed zo, plié. Kijken we in onze hand. Een tendu opzij. En we stappen op ons andere been. En we sluiten af. Nou, dit is natuurlijk iets moeilijker, daarom doen we hem ietsjes langzamer. Jullie mogen mij gaan volgen. Sta klaar, in de derde positie. Armen braba. Goed zo. Stap op je been. En sluit. Draai naar mij. Plié. Stap op je been. En sluit af. Nog een keer. Plié. Kijk in je handen. En stap omhoog. Sluit. Draai naar mij. En plié, kijk in je hand. En stap op. En sluit af. Goed zo. Nou, hartstikke goed gedaan, meiden. Wij gaan gelijk door. Wij gaan die volgende keer weer herhalen. Wat heb ik nog meer op onze planning staan? De sprongetjes. Iedereen vindt natuurlijk de sprongetjes hartstikke leuk. Dus daar gaan we ook weer voor vandaag. We hebben in een parallelle positie. Dus zo, even kijken. Of jullie mij goed kunnen zien zo. Parallel. We hebben drie keer klap. Op de vier is plié. Dan hebben we 1, 2, 3 sprongen. Nog een keer. 1, 2, 3, plié 4. 1, 2, 3, eerste. Eerste positie, zo kunnen jullie mij beter zien. En 1, 2, 3, plié. 1, 2, 3, strijk op. 1, 2, 3, plié. 1, 2, 3, strijk op. Ja, nou die gaan we eens een keertje proberen. Sta klaar in een parallele positie. En 1, 2, 3, plié en spring. 2, 3, nog een keer. En 1, eerste positie. Sluit af. Goed zo. Jullie nog een keertje. En 1, 2, 3, plié 4. En spring. 2, 3. En 1. Plié en spring. Eerste
positie. Plié en hoog, hoog. Laatste keer. Op, op, op. Goed zo. Netjes meiden, die zo hoog mogelijk springen. Zo, hebben wij échappés. Dat zijn grote sprongen. We gaan vanuit hier, vanuit de derde positie die we inmiddels kennen. Springen we naar buiten. Springen we naar binnen. Springen naar buiten. En weer sluit. Hebben we piqué voor. Arm in de vijfde positie. En gaan we nog een keer. Naar de tweede. En terug. Naar de tweede. En terug. Piqué. Omhoog. En sluit hem af. Nou. Sta klaar in de derde positie. En tweede. Piqué voor. Komt ie nog een keer. Vijf. En. Piqué voor. En sluit af. Goed zo. Zo. Voor nu hebben jullie een sjaaltje nodig. Of een theedoek. Waar je tenminste een beetje mee kan zwaaien. Ik neem even nog een slokje water. Ook heel belangrijk natuurlijk bij dansen. Zo. Want ik heb een hele leuke oefening voor jullie. Zo, we beginnen met de armen naast ons. Dus we hebben het doekje in één hand, maakt voor nu even niet uit welke. We hebben neer, op, op, neer, op, op. Daarmee bedoel ik plié, op, op, plié, op, op. Dan hebben we naar voren, naar achteren. Vanuit hier gaan we trippelen. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Om de linkerkant te beginnen. Neer, op, op, neer, op, op. Chassé voor. En chassé achter. Vanuit hier trippel, 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 trippel. Hoog op de tenen. Om nog een keertje rechts te doen. Nog een keer zonder muziek. Neer, op, op, neer, op, op. Chassé voor. Chassé achter. En draai. Ta. Linkerkant. En neer, op, op, neer, op, op. Zwaai. En zwaai. En draai om jezelf. En we sluiten af. We gaan deze een keertje proberen. Gedaan, meiden. Nou, dat was de les alweer voor vandaag. We gaan even een goede stretch doen. Ik ga de camera eventjes hier draaien, zodat ik naar de vloer kan. Zo. En dan mogen jullie mij volgen in deze oefening. We gaan wel vast zitten, sowieso, en de benen voorop. Nu mag je nog in een luie houding gaan zitten.
Maar zodra je komt zitten, dan zijn de ruggen gestrekt en de armen naast je. Strek op. Wie kan zijn tenen aanraken? En dan wel dat de knieën gestrekt blijven. Raak ze aan. Knieën gebogen. En gestrekt. Knieën gebogen. En gestrekt. Zo, hebben we één been gebogen en één vol. Arm omhoog, adem in en naar je been. En wie kan zijn knieën kussen? Helemaal naar beneden. U wissel, andere been. Omhoog en kus je knie. Oké, schud uit. Gaan we kleermaker zitten. Eén arm komt omhoog. En helemaal naar de andere kant. Zo ver als je kan. Kom terug. Andere arm. En kom terug. Heel erg bedankt voor deze les weer. Ik zie dat jullie hard hebben gewerkt. En ik hoop jullie natuurlijk weer de volgende keer te zien. En hopelijk tot snel. En drink genoeg water natuurlijk. Altijd heel erg belangrijk. En dan zie ik jullie de volgende keer.